Miss Belgique 2021, Miss België 2021 is Cadiz del Tour. And all of my thoughts, they multiply. I see it flash before my eyes. I see the hope, the reasons why. I lose myself in these city nights. I lose myself in these city nights. Woon ik in Haarlembeke en ben op mijn 10-jarige leeftijd samen met mijn broer en zus geadopteerd uit Ethiopië. Mijn doel als Miss is om kinderen te helpen. Niet enkel in andere landen, maar ook hier in België. 1 op 6 kinderen leven hier in armoede. Ik heb dit zelf ervaren en daarom wil ik de strijd er tegen aangaan. Als kind was dat een harde realiteit. Na het overlijden van mijn moeder moest ik heel rap volwassen worden, want ik was de tweede moeder voor mijn broer en zus. Ik lach graag en ik maak ook graag andere mensen gelukkig. Ik ben een harde werker. Toen ik aankwam op Zaventem, kreeg ik een grote lolly en dacht meteen, wauw, België is het paradijs. Vous souhaitez que Cadiz te remporte la couronne? Envoyez MB10 au 66-65. Walking through these streets. Is this all we'll ever see? In the lights we can.
lost myself in these city nights. Lost myself in these city nights. Denise, we willen jou beter leren kennen. Ook jij hebt een zeer mooi, bijzonder verhaal, want je kwam op jonge leeftijd in een weeshuis terecht. Ja, klopt. Wat gebeurde er allemaal? Ja, op mijn zevende, toen ik 7 jaar was, was mijn moeder overleden. En dan was ik ook een echte moeder voor mijn broer en zus. Ja, het was een harde realiteit, maar ik was een sterke persoon. En dan kwam ik terecht in een adoptiebureau. En dan heb ik, mijn ouders hebben mij natuurlijk geadopteerd. We waren met 3 echte broers en zussen naar België gekomen. Dat was fantastisch dat we eigenlijk samen bleven. Dat was ook de droom van mijn mama. Dus ja, ik ben wel heel trots dat ik vandaag ook hier was. Oh, ik zie dat je heel geëmotioneerd bent. Jammer dat ik jou door COVID niet mag vastpakken. Dus laten we het over iets positiefs hebben. Want je kwam in België en je kreeg van jouw adoptiegrootmoeder, als ik het zo mag zeggen, Lonnie. En toen had je al zoiets van, oké, dit is the place to be. Dit is het land waar ik groot wil worden. Ja, klopt. Oh, kijk eens aan.